Een lege stoep en een paar sporen zand. Dat is wat er over is van de bloementuin van Anna Chang. Maandagochtend kwam de gemeente korte met te maken met de tuin zonder vergunning, die hier te zien is op archiefmateriaal. En Tejo back. So this morning they put the Tejo back. De bewoners van de Cornelis Schuitstraat in het Bennekel zijn beduust achtergebleven. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Ik heb het altijd mooi gevonden. Altijd. Niet alleen de mensen in de straat genoten van de verboden tuin. Ook voor de bejaarden in de buurt was het een populair verzetje. Mensen die daar in het Gaarjebos zitten, die nergens naartoe kunnen. En waar andere mensen vrijwillig mee gaan lopen, die dan hier door de straat komen. Omdat het een klein beetje op Klein Keukenhof lijkt. En ik waardeerde zonder meer haar inzet in de buurt. Ze krijgt ook hier heel de buurt bij elkaar, Anna. Ja. Die kan, dat betrekt iedereen. Iedereen die krijgt het. Ze doet het met plezier. Om de tuin te behouden werd er een handtekeningenactie opgezet. 37 neighbors all sign. They ask, Anna Chang, we want to keep Klein Keukenhof. At here. Echt mooi. Maar twee huishoudens in de straat dachten daar anders over. Ze vonden het een beetje een rommeltje. Er zijn bepaalde mensen die daar toch aansloes aan namen, zal ik maar zeggen. En die daar niet mee eens waren. Mensen uit de buurt. En die hebben contact opgenomen met de gemeente. En de gemeente die kon niks anders dan concluderen dat het inderdaad niet mocht, stenen los. Dat mocht niet. Ook was er discussie over de doorgang. Of die wel breed genoeg was om iedereen door te laten. I have a schoolmobile. I can pass. And the lady, she don't agree. De Lolata only to Tejo. De buurt is verbijsterd omdat de tuin juist in het verlengde leek te liggen van het gemeentebeleid. Eindhoven wil jaarlijks 150.000 stoeptegels vervangen door groen. En ook zijn er regelmatig projecten om de sfeer en het wijgevoel in de Bennekel te verbeteren. You get more green. We help the neighbor met their garden. En dan hebben ze extra plants die we give the other neighbors. De win-win situatie doen ze het niet. Ja, want dat was het voor de gemeente. Dat was het. Ja. De gemeente heeft aangekondigd dat ze zo snel mogelijk met een verklaring komt. Voor Anna komt die uitleg misschien wel te laat. I want make a green, give the people happy and beauty. I don't want to lose and such kind of war. I just don't understand why.